Wat hier vandaag gebeurt is dat het kenniscentrum, dat zich richt op de technische vraagstukken en richt op de transitie van Rotterdam naar een duurzame havenstad, dat laat vandaag zien waar wij ons de komende jaren mee bezig willen gaan houden. We zijn vanaf nu kenniscentrum Duurzame Havenstad en vandaag wilden we door goed te laten zien met allerlei hele interactieve sessies, lezingen, clinics, wie we zijn en mensen uitnodigen om met ons te gaan samenwerken. Onderwijs, onderzoek en de buitenwereld, bedrijfsleven, praktijk bij elkaar op één dag. Ja, dat is altijd een feestje. Ja, ik vond het een hele leuke, diverse dag. Het begon eigenlijk vanmorgen om 20:15 met de toespraak van Martin van Waardenberg. Nou, dat was alvast een hele geinige kick-off. Mijn naam is Martin van Waardenberg en de feestcommissie heeft mij verzocht een bijdrage te leveren aan deze heugelijke dag. Niet dat het leuker wordt, want ik weet niets over innovatieve technieken om uit ronddobberend zeewier schaliegas te winnen. Laat staan dat ik uw auto zichzelf automatisch achteruit kan laten inparkeren op uit mosselzaad gewonnen energie. Rotterdam heeft het zogenaamde Rotterdam Climate Initiative en die hebben 10 verbeterpunten waarop zij denken dat het in Rotterdam groener, duurzamer enzovoorts kan worden. Wat wij zien is dat dat best wel vaak op de hele lange termijn gaat. Wij willen als kenniscentrum bijdragen aan die transitie naar een duurzame stad, maar wij willen heel graag dat doen door de stappen die het bedrijfsleven, de maatschappij vandaag en morgen al kunnen nemen. Met de nieuwste technologie, iets aangepast, iets getweaked, alvast een stap vooruit. En onze ambitie daarbij is ook dat wij studenten die aan deze hogeschool studeren willen helpen om straks die change agents te zijn. We hebben heel veel bekijks net al gehad bij onze korte presentatie, waar ik gevraagd om wat op deze dag juist te doen. Het doel hiervan is dat op het moment dat er een vrachtwagenchauffeur aan zou komen op een dok of op de Maasvlakte, dat hij niet zelf een vrachtwagen hoeft te dokken en het laten losdok. En dat hij automatisch in een dok neergezet wordt. En dat je achterliggende gedachten hebt, dat je weet dat dat misschien in de toekomst nog echt toegepast kan worden, dat ook nog is. Dus dat is wel heel erg interessant. Maakt het ook onwijs leuk. In een normale klas, even een normale klaslokaal, dan heb je een project waar je dan samen aan werkt. Maar door ze buiten de context van een klaslokaal te plaatsen, ga je toch veel meer met je team echt onderzoekend aan het werk. En dan leer je meer van en dan blijft hetgene wat je geleerd hebt toch ook beter hangen. Ik denk dat we heel erg trots kunnen zijn op wat we hier kunnen brengen. 6 nieuwe onderzoekslijnen, heel veel toegevoegde waarde voor de zuidvleugel van de Randstad, voor de regio Rotterdam en heel veel nieuwe interessante onderzoeksvragen gehoord om de komende jaren weer mooi onderzoek met docenten en studenten te kunnen doen.